Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Het woord van het leven. Jullie weten dat ik een groot fan ben van het Oude Testament, dus vandaag kijken we ook weer naar het Oude Testament. We gaan kijken naar hoe iemand bidt, naar Daniel, een profeet, een groot man in het Oude Testament en hoe hij dus bidt tot God. We gaan kijken om van hem te leren, zoals wij ook kunnen leren van de liturgie. Het gebed in de liturgie, het gebed in de Ekbea, dat zijn allemaal verschillende leerscholen voor ons. Het gebed van Jezus, hè, onze Vader, wat we bidden. En uit elk soort gebed, de Tesbecha ook, elk soort gebed kunnen wij leren. Kunnen wij leren hoe wij praten met God, hoe wij in contact blijven met God. En zo ook van Daniel. Daniel was een profeet die maar een hele korte tijd van zijn leven in uh, Jeruzalem, in het Beloofde Land, heeft kunnen doorbrengen. Hij heeft. De verwoesting meegemaakt, is als jonge man toen met de ballingschap vertrokken uit het beloofde land en heeft in ballingschap geleefd. En hij was aan het hof van de koning, was een belangrijke persoon. Hij heeft meerdere koningen meegemaakt. Op een gegeven moment was hij zelfs een soort minister van het, van het rijk, van de persen. Maar in ieder geval zien we in het boek van Daniel het eerste deel vooral. Spreken hoe hij een rol had in het Koninkrijk en wat hij de koning had te vertellen, hoe hij dromen verklaarde. En in het tweede deel wordt zijn rol in het Koninkrijk wat kleiner, en zien we Daniel in gebed, en zo ook in hoofdstuk 9. En ik wil jullie meenemen naar de vers van vandaag, dat is Daniel hoofdstuk 9, vers 17. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heer, uw aangezicht. Lichte over uw heiligdom dat verwoest is. De grote wens van het volk van God was: wanneer konden ze weer de tempel herbouwen? wanneer konden ze weer in het beloofde land zijn. En zo ook van Daniel. En ik wil dat jullie even met me meekijken in dat hoofdstuk naar hoe Daniel bidt. Daniel is een van de weinige personen in het Oude Testament. waarvan geen zonde wordt herinnerd in dit boek. Dus we zien bij David allerlei zonden. Bij uh, Mozes zien we allerlei zonden. Maar we zien dat niet genoemd in de Bijbel bij Daniel. Het zegt niet dat die persoon zonder zonde was. Absoluut wel. Iedereen van ons heeft zonde. Maar het was een rechtschapen man. En we zien nu hoe Daniel gaat bidden. Daniel begint te bidden naar God. door te zeggen dat hij zijn gezicht wendt naar God. En dat doet hij hier in vers 3. Ik richtte mijn aangezicht op de Heere God om te bidden en te smeken in vasten en in zak en as. Dus wat doet Daniel? Als eerste stap is zich richten tot God. Mij richten tot God betekent net als ik een persoon aanspreek, ik richt mij op die persoon. Jouw aandacht en jouw volledige persoon is met die andere persoon die tegenover je is en in zak en as. De Joden die hadden een traditie, of als zij berouw toonden, dat ze een uh, soort kleding droegen die heel ruw was aan, hun, aan de binnenkant. Uh, en zich eigenlijk vernederden voor de Heer. En op die manier in de, letterlijk in de as gingen zitten en hun berouw gingen tonen. Nu, Daniel, het beste voorbeeld wat het volk heeft. Wat doet hij? Is Hij begint zich in zak en as te kleden. Vervolgens begint hij God te loven: O grote God, O God die ons uit Egypte heeft geleid. Te zeggen hoe groot God is. En dat is de eerste biecht of erkenning die Daniel aan God geeft. Hij erkent Gods grootheid. Vervolgens zien we Daniel danken. Hij dankt God voor alle, alles wat God voor hem heeft gedaan. En ten derde zegt hij een enorme biecht. Hij zegt, vergeef ons, omdat wij het niet verdienen. Vergeef ons, want wij hebben alles gedaan wat fout is. Vergeef ons, want Mozes heeft het ons geleerd. Mozes heeft het volk, voordat hij aan, aan de oever van de Jordaan, voordat hij stierf, heeft hij gezegd, als je dit doet, krijg je dat. Als je dit doet, krijg je dat. En heeft toen geleerd wat goed en fout is, en we hebben alles overtreden. En zo begint Daniel, degene die nou eigenlijk het beste voorbeeld is, de hele tijd te zeggen hoe vreselijk hij bezig is. En op een gegeven moment zie je dat hij, terwijl hij aan het biechten is, terwijl hij berouw heeft, steeds meer helder voor zich krijgt, wat er verkeerd is gegaan. Ook dingen waarmee hij niet begonnen is. Begon hij in te zien dat er daar ook het volk berouw over zou moeten hebben. En zo geeft God langzamerhand aan Daniel gaandeweg in zijn biecht. Steeds meer duidelijkheid over de fout. Wat fout en wat goed is. Steeds meer van het grijsgebied wordt wit of zwart. En zo leert, God in zijn, leert Daniel in zijn gebed steeds meer God kennen. En dan komt hij tot die vers. Wat vraagt hij dan uiteindelijk van God? Nou, heel simpel. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Hij herhaalt weer dat hij aan het smeken is, dat hij om berouw vraagt. Doe omwille van de Here. Wie is die Here? En dat is weer het stukje. Wat krijgen wij in het gebed? In het gebed kreeg Daniel de visioenen. In het gebed kreeg Daniel profetieën over de waarheid. Dus in het gebed leren wij God kennen. En dan zegt hij hier, doe omwille van de Heere, uw aangezicht lichten over uw heiligdom. Wie is de Heer? De Heere, hier is Jezus Christus. Doe omwille van de Heere het licht weer schijnen in jouw heiligdom. Dus laat uw tempel weer de glorie van vroeger hebben. Omwille van wie? Omwille van Jezus die komen zal. En zo heeft Daniel 500 jaar voordat Christus komt in zijn gebed leren kennen zonder te vragen aan God. Want hij was bezig in het gebed. Om eigenlijk te vragen, wanneer kom ik weer terug bij het heiligdom? Wanneer zullen we weer in het beloofde land zijn? Maar voordat hij het kon vragen, gaf God hem in zijn gebed al antwoord. Dus laten we ook leren van Daniel om de focus minder te leggen op het stukje wat ik wil. En steeds meer te kijken van, wat wil u God? In, is, in deze zin zegt hij ook, doe omwille van de Here, Niet omdat ik moe ben God... God, houd de problemen bij me weg omdat ik moe ben. Ik kan het niet meer aan. Ik trek het niet meer. Het enige wat Daniel heeft gezegd is, wij verdienen het wat ons overkomt. Maar omdat u zo goed bent en omdat u alleen liefde kent, doet dat licht weer schijnen. En profetie krijgt hij. Rust krijgt hij, vrede in zijn hart. En hij leert de mensen hoe te bidden. Dus ik hoop dat wij allemaal kunnen leren en met Daniel kunnen zeggen over ons hart. Want dat is de tegenwoordige tempel van de Heer, waar het licht misschien heel lang niet heeft geschenen. Dat wij kunnen zeggen met Daniel en bidden: Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Luister maar naar mijn zonde die ik biecht. Ik draai er niet omheen, ik zeg het eerlijk. Doe omwille van de Heer, omwille van u, Jezus. Het is uw tempel. Uw aangezicht ligt over uw heiligdom. Laat mijn hart weer licht zijn, dat verwoest is, zodat het weer op kan staan. Daniel hoofdstuk 9 vers 17 tot een volgende aflevering